Een deel van de Surinaamse soldaten bleef in Suriname om het land te verdedigen tegen Duitse onderzeeërs die op de loer lagen om het bauxiettransport te saboteren. De soldaten bouwden loopgraven en bunkers om de transportroute en de bauxietmijnen te beschermen. Een verdedigingslinie dus, die samen met het Amerikaanse leger werd bemand. De jongens van ons vonden het niet zo leuk, want wanneer de meisjes ernst gingen, dat is net Surinaamse jongens, zijn die naar de vormen. Maar die uniform werden ze uit en konden ze de bar wat geven en konden ze wat aanbieden en de jongens konden dat niet. Dus het really, dat we uitgaans geven was eigenlijk een wijze van meer vrienden. En niet van alles wat. De hele uniformen. Dus de paramanioos zagen een heel anders uit. De komst van de Amerikaanse soldaten veranderde de paramanio in een sprankelende stad. De Surinaamse soldaten die wel naar het oorlogsfront gingen, werden eerst getraind op Curaçao, in de Verenigde Staten of in Australië. Daar werden de manschappen verdeeld en specialistisch opgeleid, als bijvoorbeeld kanonier, schutter of marinier, maar ook als verpleegster of kok.